6 jaar is het geleden dat de stormramp over het zuidwesten van ons land kwam. In deze dagen zullen er velen zijn die zich de beelden van onbeschrijfelijk verdriet herinneren. Vooral in het rampgebied zelf zal men nu terugdenken aan die februaridagen, waarin het zeewater met onstuitbare kracht bezit nam van het vruchtbare land en van de levens van 1795 van zijn bewoners. Maar men zal zich tevens herinneren hoe in een stugge worsteling die slechts 10 maanden duurde, de bressen in de dijken gedicht werden en hoe snel de droogmaking van de overstroomde gebieden daarop volgde. In onze volksvertegenwoordiging werd het Deltaplan, dat een ramp als die van 1953 in de toekomst moet voorkomen, met vrijwel algemene stemmen aangenomen. De uitslag van de stemming is dat 106 leden zich hebben verklaard voor het wetsontwerp en 8 tegen, zodat is aangenomen. Het Deltaplan voorziet in de afsluiting van de zeearmen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Er zullen dammen worden gelegd in het Heiringvliet tussen Voorne en Goeree, in het Brouwershavense Gat tussen Goeree en Schouwen, in de Oosterschelde tussen Schouwen en Noord-Beveland en in het Verengat. Als deze afsluitingen en de bijkomende werken voltooid zijn, zullen de bewoners achter de hoge dijken naar menselijke berekening veilig zijn voor het geweld van de zee. Hoe denkt men in het voormalige rampgebied over het Deltaplan? Die vraag stelden we in Ouwerkerk aan burgemeester Romein. Ouwerkerk is een van de dorpen die het meest geleden heeft van de watersnood. 10 maanden lang hebben vloed. Bij vloed meters water door de straten. Herinnert u zich nog de gigantische sluiting van het laatste dijkgat? Nu ligt het dorp met herstelde huizen, met de nieuwe kerk, vredig in de polder. We hebben het vaste vertrouwen dat de deltawerken de veiligheid zullen verhogen. In de omgeving van Schelphoek op het eiland Schouwen vroegen we de mening van boer Klompen. Hier in de Schelphoek hebben we na de ramp ruim 200 hectare land moeten prijsgeven, omdat land inwaarts een ringdijk is gelegd van caissons waarvan de grootste nog boven de dijk uitsteekt. Ik ben natuurlijk voor het Deltaplan, omdat we hier veiliger zullen kunnen wonen. En ook nog omdat het de verzilting van de grond tegengaat. Geheel anders is de stemming in het oude stadje Veren, waar de visserij als belangrijke bron van inkomsten teloor dreigt te gaan door de dijk in het Verengat, die al voor een groot deel klaar is. De stemming bleek uit de woorden van visser Minnebo. Nou, ik ben hier in Veren geboren en ik zou hier graag willen blijven wonen. Maar ja, mijn pa, waar is die dak dicht? En dan moeten de vissers hier ook weg. En waar we dan naartoe gaan, weet ik ook niet. Eén werk van het Deltaplan is al gereed. Dat is de stormvloedkering in de Hollandse IJssel bij Krimpen. De gigantische watergrendel kan hier nu reeds verhinderen dat de bewoners van het achterland door hoogwater verrast worden. Op vele plaatsen elders in het deltagebied vorderen de werkzaamheden gestaag, zoals hier in het Heiringvliet, waar de bouwput voor de toekomstige uitwateringssluizen reeds is afgesloten. Men rekent ermee dat het laatste werk over ongeveer 25 jaar zal zijn afgebouwd. Zuidwest-Nederland zal dan afdoende beschermd zijn dankzij het Deltaplan, waarvan Jonkheer de Kazenbrood, de commissaris van de Koningin in Zeeland, zegt: de voordelen zijn betere verbindingen en vooral de veiligheid en nog andere voordelen. De bezwaren zijn het gevaar voor de visserij en het dreigt verloren gaan van tradities. Maar toch per saldo het indrukwekkend voorbeeld van de daadkracht van het Nederlandse volk.